Beste Rudolf, bedankt voor je brief en de andere spulletjes die je me hebt gestuurd. Vooral de pen met de inkt daarin vind ik erg handig. De andere apparaten die erbij zaten, die waarmee je geluiden en afbeeldingen kunt vastleggen, durf ik hier niet te gebruiken. Er zijn hier genoeg mensen om heel wat minder op de brandstapel beland. Je zult dus bij mijn brieven zelf de afbeeldingen en geluiden moeten bedenken. Het is wel heel bijzonder dat wij elkaar met de materietransmitter dingen kunnen sturen. Ik ben nu op de plaats waar vandaan jij de laatste keer bent teruggehaald, de Dom van Brindisi. Het zou leuk zijn als je zelf kon komen, maar ik begrijp wel dat je niet nog een keer met de materietransmitter durft te reizen. Eén kruistocht in spijkerbroek is wel genoeg. Maar een briefwisseling met 600 jaar in de toekomst vind ik ook al heel wat. Vertel me alles wat voor ons interessant kan zijn. Ik zal jou alles vertellen over mijn tijd en je proberen te helpen met de opdrachten die jij van je leraar moet maken. Mijn meester is trouwens heel tevreden over mij. Ik ben nu voor het 5e jaar leerjongen bij het Gilde van de Metselaars en Steenhouwers en kan mezelf al heel nuttig maken op de bouwplaats. Er zijn schilderijen uit mijn tijd die een indruk geven hoe zo'n bouwplaats eruit ziet. Al werken in werkelijkheid honderden mensen aan een kerk. Vandaag is onze laatste dag in Brindisi, in het Koninkrijk Napels. Mijn meester en ik waren hier op uitnodiging van de abdis van het Benedictinistenklooster, om de bouw te leiden van de nieuwe gewelven van hun kloosterkerk in Franse stijl. De komende maanden reizen we terug naar Utrecht. Tot vorig jaar werkte mijn meester aan de Dom, maar de bouw daarvan is wegens geldgebrek gestopt. Op de terugweg gaan we eerst naar Rome. Daarna wil mijn meester nog een paar bouwprojecten bezoeken in Duitsland en Frankrijk. Je wilt van mij meer weten over de cultuur van de kerk, omdat jij die van je leraar moet bestuderen en ik er, volgens jou, middenin zit. De term cultuur van de kerk hoor ik voor het eerst. Er is hier echt niemand die beseft in zo'n cultuur te leven en ook niemand die op de gedachte komt dat het ook anders zou kunnen. Want dat God bestaat, staat voor iedereen vast. Wat wil je over de kerk weten? De mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Het lichaam vergaat, maar de ziel leeft voort. Dat is waar iedereen hiervan overtuigd is. Men zegt dat keizer Frederik, die hier in de 13e eeuw heerste, een man liet ombrengen in een dichtgetimmerd vat, om te bewijzen dat de ziel met het lichaam ten onder gaat. Maar verder twijfelt er niemand aan. Beide dood scheiden lichaam en ziel. Pas aan het einde der tijden komen ze weer bij elkaar, als de gelovige voor God verschijnt. En iedereen is bang voor dat moment. Het aardse leven is een gevecht tussen goed en kwaad, tussen deugd en zonde. Als de ziel het lichaam verlaat, moet de klus zijn geklaard. Op de dag van het oordeel zullen de trompetten klinken, de graven opengaan, de lichamen opstaan,
De zielen worden gewogen door de aartsengel Michaël en herenigd met de lichamen in het paradijs worden toegelaten of naar de hel worden gesleept. Veel mensen dachten in de oorlogen, pest en hongersnood van de afgelopen eeuw de drie bodes te herkennen die het einde der tijden aankondigen. Maar er is nog niets gebeurd. Hoe de hemel eruit ziet, weten we niet zo precies. De hel kennen we maar al te goed. Het wemelt er van de weerzinwekkende dieren, dampende ketels, vuren die met blaasbalgen worden aangejaagd, kettingen, vleeshaken en gapende afgronden. Op de weg naar het eeuwige leven worden we gelukkig ook begeleid en beschermd door volmaakte, onzichtbare en onvergankelijke wezens. Dat zijn de engelen. Tegelijkertijd worden we voortdurend belaagd door het kwaad, door de duivel, die door God zelf is geschapen als zijn tegenspeler. Satan, die 1000 griezelige, bedriegelijke, betoverende of verleidelijke gestalten kan aannemen, zoals de verleider op de Dom van Straatsburg, die de domme meisjes naar de zonde leidt. Het kwaad ligt altijd op de loer en daarom moet je ook altijd uitkijken. Als je me vraagt wat typisch is voor onze tijd, dan is dat denk ik dat we bij alles wat we doen, bewust of onbewust, rekening houden met een toekomst na de dood. Nu moet je niet denken dat we daardoor sombere, pessimistische mensen zijn. Integendeel, we berusten gemakkelijk in ons lot. We zijn er al snel van overtuigd dat God het zo gewild heeft en proberen er het beste van te maken. Met een kroes wijn op zijn tijd en een lekker zonnetje is het leven best te dragen. Apulië is een bijzondere streek. Je merkt dat je hier aan de rand bent van de christelijke wereld. Alles ademt de sfeer van de Oriënt. Of het nu was om handel te drijven, kennis uit te wisselen of strijd te leveren tegen de bezetters van het Heilige Land, altijd heeft men hier de blik naar het oosten gericht. Keizer Frederik had in het noorden van Apulië zelfs een stad gesticht, waarin alleen moslims woonden. Uit de sterkste mannen van die stad vormde hij zijn lijfwacht, die hem door dik en dun steunde. De hovelingen op wie hij het meest gesteld was, waren Arabische geleerden. En volgens sommigen hield hij er zelfs een harem op na. Deze Frederik vertrok hier in juni 1228 voor de 6e kruistocht met 1000 ridders en 10.000 pelgrims die het heilige graf wilden bezoeken. De ontmoeting van Frederik met de sultan van Egypte, Malik al-Kamil, verliep allerhartelijkst. De mannen waren geestverwanten en beiden dol op ingewikkelde vraagstukken op het gebied van de filosofie, de meetkunde en de rekenkunde. Frederik bewonderde de sultan en was ook erg nieuwsgierig naar zijn oosterse kennis en wijsheid. De keizer en de sultan wilden geen van beide oorlog en gooiden het op een akkoordje. De keizer mocht zich voortaan koning van Jeruzalem noemen, als de moslims maar ongestoord hun heilige plaatsen konden blijven bezoeken.
Frederik noemde de sultan zijn beste vriend en de mannen stuurden elkaar geschenken. Frederik kreeg onder meer zijn trouwe paard, Draco, en de olifant die heel Italië in opschudding bracht. Maar de kruistochten verliepen niet allemaal zo vreedzaam. De eerste kruistocht is in Frankrijk uitgeroepen op 27 november 1095 door paus Urbanus II. Deelnemers verdienden een volledige vergeving van hun zonden, maar hoopten vooral op avontuur, roem, een stuk grond of een rijke buit. Uiteindelijk namen zo'n 4 à 5.000 ridders aan de eerste kruistocht deel en een nog veel groter aantal soldaten te voet. In 1099 werd Jeruzalem ingenomen met een weerzinwekkende moordpartij. De veroverde gebieden werden opgedeeld in 4 kruisvaarderstaten. Later volgden nog 7 kruistochten, steeds om de verworven gebieden tegen aanvallers te beschermen of ze, wanneer ze verloren waren gegaan, te heroveren. Zonder veel succes overigens. In 1187 ging Jeruzalem alweer verloren en werd nooit meer voor langere duur terugveroverd. In 1291 viel het laatste christelijke steunpunt in handen van de Saracenen, waarmee aan de kruistochten een einde kwam.
Nu ik het toch over de kruistochten heb, kan ik ook wel meteen ingaan op jouw vragen over Vézelay. Vézelay is beroemd omdat daar de heilige Bernardus van Clairvaux in 1146 opriep tot de Tweede Kruistocht. Bernardus wilde preken in de kerk, maar de toeloop was zo groot dat hij besloot naar buiten te gaan om tegen de heuvel waarop de kerk is gebouwd de menigte toe te spreken. Vele aanwezigen namen na de preek het kruis op. Al is niet helemaal duidelijk of dat te danken was aan de woorden van Bernardus of aan de verschijning van de beeldschone Eleonora van Aquitanië, die ook besloot aan de kruistocht deel te nemen. Vézelay is een belangrijk pelgrimsoord, omdat er de resten van Maria Magdalena worden bewaard, de berouwvolle zondares en de eerste getuige van Christus' opstanding. Dat de Magdalena-kerk een echte pelgrimskerk is, is te zien aan de grote voorhal, die dient om de pelgrims te ontvangen, en de rondgang om het koor, waar de pelgrims langs de kapellen en relikwieën kunnen trekken. Tegelijkertijd is het een van de vertrekpunten voor een pelgrimage naar Santiago de Compostela, in het koninkrijk León, waar het graf is van de apostel Jacobus. Jacobus' lichaam is door een wonder over zee van Palestina naar León gekomen. Daarom dragen de pelgrims die naar Santiago gaan een schelp op hun hoed. De route naar Santiago was vroeger zwaar versterkt, omdat hij langs de grens liep met het islamitische kalifaat van Córdoba en er nogal eens Moorse rovers waren die de pelgrims probeerden te beroven. In het voorportaal, boven de ingangen van de kerk, is prachtig beeldhouwwerk aangebracht. Boven het middelste portaal is het Pinksterverhaal afgebeeld. Christus zegt tot zijn apostelen: "Gaat heen over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan de hele schepping." Christus zit in het midden, in een amandelvormige stralenschijn, teken van zijn heerlijkheid. Vanuit zijn grote handen ontspringt de stroom van de vurige tongen van de Heilige Geest naar de apostelen. Die staan op het punt te vertrekken. Allemaal dragen ze het evangelieboek, het goede nieuws, dat zij naar alle volken moeten uitdragen. In deze kerk, het vertrekpunt van pelgrimstochten en kruistochten, is deze voorstelling logischer dan het gebruikelijke laatste oordeel. Christus wijst hier dan ook naar links en rechts om de apostelen weg te zenden, en niet naar boven en beneden, dus naar de hemel en de hel, zoals in een laatste oordeel. De bekeerde volken zijn afgebeeld in 8 min of meer rechthoekige kaders boven het centrale deel. De heidenen zijn afgebeeld onder Christus, als in een soort onderwereld. Christus' wondtekenen zijn duidelijk zichtbaar. Zijn lijden en sterven is een voorbeeld voor ons lijden en sterven. Pelgrims volgen dit voorbeeld door een zware tocht te ondernemen als vorm van boetedoening. Santiago en Jeruzalem zijn belangrijke bedevaartsplaatsen. Maar ook naar Rome gaan enorm veel pelgrims, naar het graf van Sint Pieter. Deze maand hebben veel burgers zich aangesloten bij de bedevaart naar Rome, die jaarlijks wordt ondernomen rond het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Dit kost veel voorbereiding, omdat iedere burger die iets bezit eerst zijn testament maakt, omdat de reis gevaarlijk is. Niet alleen wemelt het van de struikrovers, maar het klimaat van de Campagna is ziekteverwekkend, de toestand van de heilige stad miserabel en het karakter van de Romeinen kwaadaardig. Toch zijn ook mijn meester en ik van plan een paar dagen naar Rome te gaan. Hier in Apulië is Monte Sant'Angelo een belangrijk bedevaartsoord, de berg waar de aartsengel Michael in de 5e eeuw herhaaldelijk is verschenen. Op 29 september wordt een belangrijke reliek, namelijk zijn zwaard, in processie door de straten gedragen. Thank you.
De kerken hier zijn voor het grootste deel uit de tijd dat de Normandiërs hier heersten. De eerste bouwmeesters kwamen ook uit Normandië en de kerken lijken op die in hun vaderland. Ze zijn gebouwd in de stijl die jij Romaans noemt. Net als de Magdalenakerk in Vézelay trouwens. Een kerk is volgens de kerkvader Augustinus het stenen gebouw waarin de kerk haar kinderen verzamelt om aan God eer te bewijzen. De aardse voorafbeelding van de eeuwige tempel van het hemelse Jeruzalem. Het is de hemel op aarde, het huis van God tussen de mensen. Vanzelfsprekend moet het huis van God mooi zijn, mooier dan het mooiste paleis. De Romaanse bouwmeesters kenden nog niet de techniek van de skeletbouw, waarbij een stevige draagconstructie wordt gevuld met licht materiaal, zoals wij dat doen. De muren zijn nog heel dik en de plafonds zijn open of vlak of uitgevoerd als zware tunnel, kruis of koepelgewelven. De vensters zijn klein, omdat grote ramen de muur te veel zouden verzwakken. De muren zijn versierd met rondboogfriezen, lycenen, schalken en galerijen. En overal komt de ronde boog terug en overal zijn basisvormen als bol, kubus, balk en cilinder duidelijk te herkennen. Behalve voorafbeelding van het hemelse Jeruzalem is de kerk ook een burcht die beschermt tegen het kwaad. De toegangsdeur tot de kerk is een soort zeef die het kwaad tegenhoudt. De hoogmoed, de hebzucht, de wellust, de jaloezie, het geweld en alleen het goede binnenlaat. Het meeste beeldhouwwerk in deze stijl bestaat uit reliefs die deel uitmaken van de architectuur. De beeldhouwers hebben veel aandacht besteed aan de dorpels boven de kerkdeuren, de halfronde boogvelden daarboven en aan de omlijstingen van de ingangspartijen. Zo'n benadrukte ingangspartij noemen we een portaal. Ook rond de vensters is dikwijls beeldhouwwerk aangebracht. In de kerk vinden we beeldhouwwerk op alle belangrijke onderdelen. Het altaar, het ciborium, dat is de overkapping van het altaar, de preekstoel, de paaskandelaar, ieder jaar wordt er met Pasen een nieuwe kaars ingezet, de doopvont, de troon van de bisschop en het doxaal, dat is de scheiding tussen koor en schip. Ook de kapitelen, dat zijn de bovenkanten van de zuilen, zijn met beeldhouwwerk versierd. Wat het beeldhouwwerk voorstelt, heeft te maken met het object waarop het is aangebracht. De doopvont bijvoorbeeld toont bijna altijd de doop van Christus in de Jordaan, of de doortocht door de Schelfzee, en dat symboliseert het sterven en opnieuw geboren worden door het water. Op de preekstoelen vinden we vaak de vier evangelistensymbolen terug. Matthäus is een mens, Marcus een leeuw, Lucas een os en Johannes een adelaar. De hoofdingang van de kerk toont dikwijls een Christus als majesteit tussen de evangelistensymbolen en soms een laatste oordeel. In Italië zien we ook vaak Christus tussen zijn discipelen boven de ingang of een laatste avondmaal om de bezoeker te herinneren aan het belangrijkste sacrament, de Eucharistie. Ook afbeeldingen van de heilige aan wie de kerk is gewijd komen veel voor. Het beeldhouwwerk is schematisch, verhalend en versierend. De verhoudingen van het menselijk lichaam en de anatomie zijn niet natuurgetrouw en met de illusie van ruimte hebben de beeldhouwers zich al helemaal niet bezig gehouden. Het duidelijk overbrengen van het verhaal of de boodschap was voor de kunstenaars veel belangrijker dan het afbeelden van de zichtbare werkelijkheid. Zo konden de bezoekers, die meestal niet konden lezen, door middel van beelden kennis nemen van de leer van de kerk. Op het eerste gezicht ziet het beeldhouwwerk er star en onbeholpen uit. Maar als je langer en beter kijkt, ga je de decoratieve rijkdom en grote uitdrukkingskracht van deze kunst wel waarderen. Om al dit beeldhouwwerk te begrijpen, is het handig als je iets weet van diersymboliek.
In speciale boeken worden de eigenschappen, deugden en ondeugden, van bestaande en verzonnen beesten beschreven. De dierenwereld dient zo als symbool voor de echte wereld. Iedereen begrijpt deze symboliek, waardoor die heel geschikt is om beeldverhalen leesbaar te maken. De centaur en de sirene zijn bijvoorbeeld onbetrouwbaar vanwege hun dubbele natuur. Ze zijn namelijk half mens en half dier. De leeuw daarentegen is het symbool van de opstanding, omdat welpen na hun geboorte 3 dagen dood liggen, totdat hun vader hen tot leven brengt door ze in het gezicht te ademen. Nou, ik hoop dat ik je vragen voldoende heb beantwoord. Ik ga maar eens slapen, want we hebben een lange reis voor de boeg. Morgen vertrekken we in noordwestelijke richting. We reizen in een klein groepje en zullen zo'n 7 mijl per dag afleggen. Dat is in jouw mate zo'n 40 kilometer. Omdat we om de paar dagen ergens wat langer zullen blijven, verwachten we pas tegen de winter in Utrecht te zijn. Over een maand schrijf ik je weer. Stel de transmitter dan in op de Dom van Orvieto. In de kerkelijke staat. Groeten, Maarten.